Dit zijn de beugels waarmee de metalen goal vast zat aan de muur. Het voetballen was populair op het schoolplein van de Alberteschool aan de Dorpstraat. Op een of andere manier is dat gootje losgekomen, is omgevallen en is bij een kind op zijn hoofd terechtgekomen op zijn achterhoofd. Het jongetje was aanspreekbaar, euh, bloeide wel, dus euh, was ook enorm druk. Maar euh, ja, was gewoon wel aanspreekbaar. De jongen werd met een traumahelikopter weggebracht. De vraag is waardoor de goal nou losliet. Geen idee. Als we het uh, hadden kunnen vermoeden, dan was het natuurlijk nooit gebeurd. Het is een ongeluk en een ongeluk zit in een klein hoekje. En, uh, hij was met uh, twee behoorlijke zware uh, ankers vastgezet aan de muur, en die zijn op een of andere manier toch losgeraakt. De beugels aan de muur, die kregen we te zien. Maar de goal zelf, die krijgen we niet te zien en die mogen we ook niet filmen. De school wil zelf gaan onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren. En tot nu toe blijft het onduidelijk. Op de school zitten 160 kinderen. Toen de goal viel, waren ze buiten aan het spelen. Ja, alle kinderen waren buiten, dus die hebben het allemaal gezien. Nou, en als je een loosbroek in een helikopter landt, dan ziet heel loosbroek het. Dus, dan dan direct denkt iedereen van: oh, het zal toch mijn kind niet zijn. Vanmiddag waren de kinderen vrij, omdat het woensdag is. Morgen kijkt de school welk kind het er moeilijk mee heeft. De morgen zouden we eigenlijk een hele feestdag hebben, omdat ik mijn 25 jarige jubileum als directeur zou vieren. Bij deze hebben we dat al afgeblazen, omdat er onze hoofden echt niet naar staan. En het enige wat we kunnen doen, en dat krijgen we bijstand van de, van de GGD, is in de gaten houden van welke kinderen blijven daar heel lang in hun verdriet hangen en, en kunnen het niet kwijt. En dat proberen we dan of we via het inschakelen van slachtoffer een, een goede oplossing kunnen bieden.